Welkom bij een nieuwe aflevering van Vogelspotten in het Bos. Vandaag heb ik boswachter Tom mee. Nee, grapje. Jongens, we zijn hier weer bij een nieuwe aflevering van Wootroo. Met de trainingsreeks eigenlijk, of de transformatiereeks van bodybuilder naar triatleet. Inmiddels zijn we weer een week dichterbij ten opzichte van de laatste video van vorige week. Daarin kwam Tom Oosterdijk al eventjes kort naar voren. Tom gaat mij ondersteunen met het maken van de trainingsschema's en mijn coachje om ja, goed en wel bij die start te gaan staan. 28 juni van de Ironman in West-Friesland Hoorn. Maar wie is Tom nou eigenlijk en waarom kan hij mij zo goed ondersteunen bij dit? Want ik heb geen ervaring, dus ik moet wel iemand hebben die mega veel ervaring heeft. Tom. Ja, naast boswachter ben ik dus ook triatleet en 2,5 jaar geleden zag ik er eigenlijk net zo uit als Wootroo. Ik was niet fit en misschien een iets ander postuur en misschien kunnen we nog een klein fotootje daarvan laten zien. En nu doe ik Ironman en ben ik eigenlijk op weg. Aan het einde van het jaar zou ik graag prof willen worden. Afgelopen jaar werd ik al in Ierland de snelste amateur en vijfde met de profs. Heb ik al 2 keer op het WK gestaan en ik vind het gewoon hartstikke lachen om te rennen, lopen, fietsen en daarnaast natuurlijk een beetje lol te hebben. Dus zal ik deze jongen een beetje ondersteunen in zijn weg. En ook vooral hoop ik jullie van wat kennis en informatie te voorzien waarvan je denkt, hé, dat zou ik willen weten. En kunnen we op die manier elkaar een beetje wijzer maken. Ja, want Tom, dat zegt hij nu niet, maar toen hij net begon, toen won je in je levenscategorie de Ironman van Maastricht, toch? Ja. En toen ben je daarna naar de Ironman in Cork gegaan. Daar heb je ook gewonnen, volgens mij. En toen heb je gekwalificeerd. Ja, ook voor de tweede keer bij beide wedstrijden voor het WK. Beide wedstrijden voor het WK op Hawaii, want het is een eiland. Nog steeds een heel klein beetje bruine lijntjes van Hawaii, net 2 weken terug. Maar dat is echt de World Cup dus, zeg maar, hè? Ja. Voor alle toppers. Ja. Maar hier in Bussum gebeurt het nu ook. Ja, ja, we zijn nu op het punt om 12 kilometer hard te gaan lopen. Dat is wat het voorgeschreven schema van Tom zegt. Dus dat gaan we even doen. Daarna gaan we nog naar de gym. Dan horen jullie nog veel meer over Tom, over mijn trainingsschema. En misschien eventjes een korte evaluatie over mijn testweek natuurlijk. Hè? Zeker. Dus willen jullie weten hoe ik mijn testweek ben ondergaan, dan blijf vooral kijken. Wij gaan nu lekker rennen, want ik krijg het koud hier, jongens. En we gaan vogels spotten. Vogels spotten. Joe. Nou Tom, 12 kilometer erop zitten, we hebben een lekker tempo gehad, tijd om lekker te gaan herstellen. Hè? Absoluut, lekker shake. Wat neem jij altijd om te herstellen? Ook een shake of doe je wat anders? Ligt eraan, als ik weinig tijd heb neem ik even een shake hier, maar anders eieren met avocado vind ik altijd lekker. Ja, klinkt goed. Dus, ja, maar dit is dus niet het enige van wat we nu gaan nemen. We gaan zo meteen nog even naar de gym toe, gaan we daar eerst eventjes wat snacken. Dan gaan we nog even aan de gewichten zeulen. Zeker, dan ga ik even afzien. Ja. Daar gaat hij. Cheers. Of een lekker loopie. Zo, welkom. We zijn hier in de auto van Ome Wootroo. We gaan even op weg naar de gym. Club Pelikaan Amersfoort. We hebben net dus even 12 kilometer hard gelopen. En voor Tom was dat een beulen schilletje, toch? Tommetje loopt natuurlijk wat vaker hard. Hard van stapel. Ja, te hard van stapel ook. Maar nu gaan we naar de gym. Ja. En heb ik het misschien wat zwaarder. Maar wat vond jij ervan? Je hebt mij nu voor het eerst zien hardlopen. Hoe zag het er een beetje uit? Zeker niet slecht. Zeker niet slecht. Ging goed. Belangrijk ook dat jij je goed voelt natuurlijk. Hè? Dus ja. Dat moet je zelf goed aanvoelen. Tom heeft voor mij dus in Test Week allerlei soorten activiteiten erin gezet. Van het zwemmen, hardlopen en het fietsen. Verschillende soorten intensiteiten van interval en qua duur. Daarmee werk ik via een trainingsapp. Trainingspeaks, daar zet Tom de workouts voor mij erin. Met alles van wat ik moet doen, op welke tijden, welke intensiteit het precies moet zijn. Dat kan ik dan zeg maar registreren via mijn Polar Flow sporthorloge, de Polar Ignite. Die houdt voor mijn trainingen bij zeg maar, van hoe hoog de intensiteit is, van hartslag, het aantal passen, het aantal slagen, het aantal RPM's per minuut wat ik doe.
En dat synchroniseert hij dan in die applicatie. En zo kan Tom precies zien hoe ik het heb gedaan. Exact. En vervolgens kan Tom kan dan zien welke resultaten ik erin heb behaald. Dus jouw horloge die meet inderdaad de hartslag, de snelheid en rondetijden en al die data die synchroniseert dus met die app en die krijg je te zien. En als hij de workout goed uitvoert, dan wordt het groen. Als hij het niet helemaal naar behoren uitvoert, geel. Nog slechter oranje en rood, dat wil ik eigenlijk niet zien. Moeten misschien, is dat nog wel even leuk, dat, laat even in de comments misschien weten wat Woodrow moet doen als hij een rode workout heeft. Een rode workout, ja. Dus als je een workout hebt gemist, dat willen we natuurlijk niet zien, we willen tegengaan. Deze hele week is in principe groen, met het loopje gedaan. Ik zal hem even refreshen. En weet je, we hebben een zwemtestje gedaan. We hebben een tweetal looptesten gedaan. Binnenkort heeft hij een fiets en een trainer. Dan gaan we ook nog kijken. Gaan we ook nog een power test gaan we doen. Ja, dus dan kan ik mijn fiets voor op de weg kan ik gewoon aansluiten. Waarbij ik mijn achterwiel eraf haal op een apparaatje. Toch? En dan kan ik ook gewoon midden in de woonkamer gaan fietsen. Gezellig in de woonkamer. Open haardje aan. De open haard aan. Het is niet normaal wat er allemaal tegenwoordig mogelijk is. En je kan digitaal met elkaar fietsen op de computer. Een LAN party. Kijk eens aan. 8 beekjes binnengehaald. Maar de testweek dus. We hebben gezwommen. We hebben 2 testloopjes gedaan. Of 1 testloopje, want die andere heb je al een sportmedische test gedaan. Dat was namelijk gewoon je max hartslag. Dus die data had ik al niet meer nodig. Maar met 1 loopje, dus dat was een 2 kilometer stuk en 1 een wat korter stuk van 400 meter. Dan wil ik eigenlijk kijken hoe reageert zijn lichaam als die. Dus dan heb ik jou wat harder of hard laten lopen. Hoe hard loop jij dan? En dan kan ik een beetje jouw waardes kan ik bepalen. En die data die zet ik dan straks in jouw account. En dan de komende weken gaan wij in blokken werken. En dan kun jij precies zien hoe hard jij wanneer moet lopen. Dus als jij een blokje hebt, dan berekent hij precies vanuit die waardes hoe hard jij moet gaan lopen. Dus daar gebruik ik die testwaardes voor. Dan is natuurlijk hartslag is voor mij altijd de basis. Je wil over het algemeen heel rustig trainen. En de intervaltrainingen, dus de snelheid haal je daar vandaan. Die gaan dan wat hoger, dus dan ga je echt op snelheid trainen en dan gaat je hartslag als het goed is ook door het dak. Nu is het nog moeilijk, want je loopt nog niet heel veel, dus zal je hartslag automatisch al een stuk hoger liggen. Ik zeg vandaag ook een paar keer dan tegen jou van we moeten rustiger. Ja. Dus vandaag hadden we een duurloop op het programma. We hebben een kleine 12 kilometer gelopen, heel rustig. Want de bedoeling van een duurloop is eigenlijk dat je je actieradius van de motor wil je trainen. En we hebben een paar mooie herten onderweg gezien. En je moet gewoon met elkaar een beetje kunnen babbelen. En Gooise Bossen. Maar vanuit hier gaan we dus nu verder werken. En nu gaan we met blokken werken van 4 weken. Ja, dus jij hebt eigenlijk de gegevens die je hieruit hebt gehaald, die zet jij over in de komende periodes. Om jouw waardes te bepalen hoe jij straks moet gaan lopen, fietsen, zwemmen. Nou ja, de fietstest komt dus nog. Ja. Maak je borst maar af. Het gaat om deze getallen. Van een 68 score vermoeidheid, 18 fitness, min 40 vorm staat er dan. Als jij straks een week wat minder gaat doen, dan gaan die waardes gaan veranderen. Die min 40 gaat richting de 0, daarna gaat die richting de plus. Die fatigue gaat omlaag en je fitnesslevel gaat dan iets omhoog. Ja, per blok en dan zal je merken dat je minder in die min komt. Steeds ga je dus, fatigue omlaag. Verdorie, kijk, we hebben de carbs, we hebben de eiwitjes. Die zitten allemaal bij. Het is 1 lange slier, dus je stopt hem zo in je mond. Wordt het leeg. Maar helemaal, zoals we wat meer blokken hebben gehad, kunnen we straks hier bij bij het dashboard kunnen we dat mooi zien. Kijk, hier beginnen we net. Hier kunnen we precies zien hoeveel die rent, loopt, fiets gemiddeld. En hier die lijn, daar zul je straks in zien dat daar een stijgende lijn in komt. Ja. En natuurlijk moet het lichaam ook wel wat fitter gaan voelen. Dus per definitie, dit is niet slecht, maar gewoon een eerste nulmeting van het eerste gedeelte van wat we nu aan het doen zijn. Ja, dan kunnen we nog wel wat dieper als we er verder op in zitten. Dan wordt het wat duidelijker hoe dat voor jou, hoe die getallen gaan veranderen. Ja, precies. En dat wil je zien natuurlijk. Omdat het in positieve zin zich ontwikkelt naar betere getallen. We gaan nu lekker eten. Zeker. Toch? Even knabbelen. Ja. Nou, we gaan even lekker eten. Wacht even, er staat hier iets onder de tafel voor je. Wacht even. Oh.
Ja, we gaan nu eventjes naar mijn vlak toe, de krachtsport. Oh, ik dacht terug naar de reclame. Terug naar de reclame. Welkom bij reclame. Nou, we gaan dus even een gym sessie doen. Hè? Nou, bij hoort even een lekker pompje. Met een klein scoopje erbij. Alleen Tom heeft nog nooit een scoop genomen. Het is mijn scoopdebuut. Ja. Dus even door de lucht vegen. Ik heb natuurlijk wel... Oh, dat ga ik best wel... ja, toch? Zoetig. Welke smaak is het? Dit is de Tropical Gold. Oh ja. Ik heb natuurlijk wel veel video's eerst gekeken, afgekeken bij de beste. Ja, van hoe het moet. Dus ik schep hem achterin en de bedoeling is dat je dan niet naar binnen ademt, want dan ga je volgens mij bad. Ja. Oké. Wat smaakt het? Wel lekker, hè? Of niet? Ja. Nu eens even wachten. Tot hij inklapt. Dan gaan we straks door het geluid. Dan gaan we keihard, ja. Zo, ik klap er ook eventjes eentje in. Zo, net lekker hard gelopen. Doet hij even hoor. Oké, we zitten hier in Club Elika in Amersfoort, The Field, nieuwe zaal hier. Die gaan we even lekker uittesten met Tom. Nou, we hebben dus natuurlijk net hard gelopen. We gaan nu even fietsen om de vermoeidheid even een beetje uit die benen te fietsen. Ja, even rustig, een beetje warming upje, bloedsomloop even weer laten stromen. Ja. En zometeen gaan we wat functionele krachtoefeningen doen. Dus niet de ouderwets rammen met de schijven naar het dak, maar functionele oefeningen. Met name het trainen van de spiergroepen die je ook goed moet gebruiken voor je core, je stabiliteit, je mobilisatie tijdens de Ironman. Om onder andere goed evenwichtig in het zwembad te liggen, goed te kunnen hardlopen en een goede houding op de fiets te kunnen hebben. Toch? Zeker weten. Ook dat is belangrijk. Zeker. Dus heel veel facetten komen daarin naar voren. Dus het is wel een andere insteek dan dat ik gewend ben. Maar het is soms overigens leuk hè, om even out of the box te gaan. Ah, stiekem gaan we wel een paar van jouw oefeningen ook doen. Dat zou ik waarschijnlijk wat minder goed trekken. Laten we die scooper nu even inklappen en dan gaan we er vandoor. Let's go! Moet je weer even strekken en dan gaat het weer. Dus dat staat er wel mooi op volgens mij, toch? Je kan het er dan zo uitpakken, als een blokkendoos of zo. Het is heel irritant wanneer je dus kramp krijgt in je buikspier, want er is niet echt een positie waar je het eruit kan halen. Het is meer van, moet je hele middenrif gewoon helemaal openen, helemaal uitstrekken en soms gaat het ook gewoon niet weg. Bijvoorbeeld met je hamstrings, dan kan je hem gewoon makkelijk gaan. Hoppakee, daar komt weer. Dus wat dat betreft is de conclusie, kun je beter geen buikspieren hebben. Fuck me. Ja. Achterover gaat, dan ontspan je ook, hè? Oh, ja, hè? Dat is dus het verschil, dat legde ik net ook uit aan Tom. Want Tom zei, ik had wel verwacht dat je sterkere buikspieren zou hebben. Maar de buikspieren, hoe ik ze train, is niet specifiek op buikspieren. Maar vooral met grote compound oefeningen, waardoor je gewoon die sixpack ook krijgt. En door natuurlijk te letten op je voeding. Maar ik ben dus niet gewend om heel intensief je buikspieren sterker te maken. En dat krijg je met dit dus wel. Nu krijg je dus zieke krampaanvallen. Dus ik dacht dat ik ging trainen met een bodybuild kampioen. En we waren net even met de warming-up bezig van de buikspieren. En toen begon hij ineens als een kleine meid te huilen. En nu is hij even wat water halen. Maar we gaan kijken of we zo meteen nog een setje doorgaan. Het is wel belangrijk om goede buikspieren te hebben voor zwemmen, lopen, fietsen. Of fit is oefenen, maar de looks kun je kopen, hè? Het is een oefening van Oom Roetroe. Ik denk niet eens dat ik hem kan optillen. Ik pak even mijn eigen balletje, denk ik. Hij zit meer een balletje op, of niet? Hey, maar laat je niet kisten, man.
Zo, deze video hardloopt tot zijn einde. Jullie hebben even kennis mogen maken met Tom. Tom Oosterdijk, volg hem ook even op Instagram, want hij gaat nog allemaal vette wedstrijden doen. En man die heel veel kennis heeft van duursporten. Dus wil je daar wat meer over weten, volg hem ook. Hij heeft ook een YouTube kanaal. Dat komt half december. Hè? Ook jouw documentaire komt online. Nu even een korte kennismaking gehad. Kort de testweek is naar voren gekomen. Dus jullie weten nu een beetje van waar ik sta. We gaan nu dus echt serieus die kant opbouwen naar de Ironman 28 juni. Ik ben dus heel nieuwsgierig met welk schema Tom gaat komen. Korte gymsessie nog gehad. Ook weer heel anders sporten dan wat we normaal gewend zijn. Dat was niet mijn maag. Dat was wak. Ik heb wel honger trouwens na deze dag. Maar dankjewel. Top zeker dat je mij gaat ondersteunen. Absoluut. En misschien handig als de volgers nog even kunnen antwoorden wat zij graag zouden willen zien in de toekomst. Waar jullie nou heel erg benieuwd naar zijn, wat hij zou moeten doen of waar hij zich straks mee bezig gaat houden. Dan hebben we ook wat extra feed om over te praten. Ja. Want dat is wel een beetje een doel van mij om een soort van sport bucketlist te gaan doen. Ik heb al een keertje sterkste man gedaan, wedstrijd. Ik heb bodybuilding gedaan. We zijn nu aan het trainen voor de Ironman. Dus ja, wat voor sportieve uitdagingen zou ik nou nog meer moeten doen? Laat weten in de comments. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Want jullie kijken het veelvuldig. En we gaan bijna naar die 30.000 abonnees toe. Dus help me daar naartoe. Comment eventjes, blauw duimpje omhoog. En we zien jullie weer bij de volgende video. Groei lekker.